Goedemorgen. Goedemorgen gemeente, hier in de kerk en degenen die online met ons verbonden zijn. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom bij deze dienst. Een mededeling. Aanstaande dinsdag is er weer een café-cliseavond. Opgeven kan nog tot vanavond 6 uur via de e-mail cafeclise@pkn-vianen.nl. Maar ook hier in de kerk ligt bij de uitgang een papier waar u zich ook kunt inschrijven. U kunt zich ook nog bij Weihe Uiterbogert opgeven. Er zijn nog maar 7 plaatsen over. Want het is nog coronatijd, dus ze willen niet te veel mensen nog. De bloemengroet van de gemeente gaat naar mevrouw M.C. van Weverwijk, liefhebber. Lippe-Deltmotplein 9 hier in Vianen. Zij mocht na een voorspoedige revalidatie in de Gijnshof weer thuiskomen. Morgen is het internationale Coming Out Day. Uit de kast komen is nog steeds erg moeilijk. Eind van de basisschool en in de puberteit ontdekken veel kinderen hun seksuele geaardheid. Ben je homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender? Wees voorzichtig met het maken van een opmerking tegen je zoon of je dochter bijvoorbeeld, als je straks een vriendje of als je een vriendinnetje hebt. Je kan ze hiermee kwetsen en het uit de kast komen hierdoor moeilijker maken. Benoem morgen deze dag en laat merken hoe je hier tegenover staat. Maar ook vertellen dat je een psychiatrische diagnose of een chronische ziekte hebt is moeilijk. Door dit wel te doen en erover te vertellen, krijgen mensen begrip voor elkaar en kunnen ze ondersteunen. Als gemeente dragen we ook zorg voor elkaar. Nou, op de boom hierachter hangt een hart. Hart voor elkaar. Peter Uitenbogert zal nu de regenboogkaars aansteken. De kleuren van de regenboog staan voor een inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarbij niemand, maar dan ook niemand uit de boot valt. Daarom steek ik vandaag de regenboogkaars aan om uitdrukking te geven aan ons geloof in de God van Jezus Christus die de wereld in heel haar veelkleurigheid lief heeft. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Waar vriendschap en liefde is, daar is God. In deze dienst gaat voort dan weer planten, muzikale begeleiding op orgel en vleugel Frits Veerman. En de zanggroep is u bekend. Mijn naam is Dikkie van 't Hof en ben ouderling van dienst. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst. We beginnen deze dienst met een persoonlijk stil gebed en zoeken wij contact met God en vragen hem ons hart te openen voor zijn woord. Dit doen we zover mogelijk staande en ook thuis kunt u dit doen. Amen.
verbonden met Israël en heel Gods kerk op aarde belijden we ook op deze rustdag, op deze zondag, dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is aan deze wereld en ook ons leven. En samengekomen in dit huis van vrede, groeten wij elkaar met de vrede Gods. Genade, vrede, barmhartigheid, vanwege God de Vader, Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag de vierde zondag van de herfst. In de herfstperiode van de natuur, maar ook die van het kerkelijk jaar, kerkelijk leven, richt het leven zich steeds meer naar binnen. Zijn we ook meer bezig met de eindigheid van het leven. Maar wel met een eindigheid die ingebed is in de oneindige liefde van God. Op de stadszondag hier, op zondag 19 september met een dienst buiten, is de hoofdlezing voor die zondag vanuit het leesrooster losgelaten. Markus 9, vers 30 tot 37. Het hele jaar door wordt in dit leesrooster het Markus-evangelie gelezen. En die lezing stel ik vandaag centraal. In die lezing worden ruziënde leerlingen door Jezus gecorrigeerd op een bepaalde manier. Want ze waren bezig met die eeuwige vraag tussen mensen vaak, wie nou wel de belangrijkste is, wie nou de beste is. Jezus geeft daarover levend onderwijs en plaatst een kind in het midden. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en vanwege ons menselijk tekort. Maar dan ook zijn naam prijzen, want in de schrift lezen wij dat zijn barmhartigheid geen einde kent. Laten we samen bidden. Wij roepen tot u, o God, vol erbarmen. Wij roepen tot u, o God, vol erbarmen om ontferming voor al onze medemensen, jong en oud in Afghanistan, een volk in angstige afwachting om wat komen gaat, nu de Taliban zijn masker heeft afgezet. Wij roepen tot u, o God, vol erbarmen om ontferming voor allen die lijden onder langdurige gevolgen van een ernstige corona-aanval. En voor allen roepen wij om ontferming die al zo lang chronisch ziek zijn,
soms jarenlang heel beperkt en diep afhankelijk moeten leven. Die soms denken bij alle aandacht voor het coronavirus, en wij dan? Ontferm u, Heer, over hen. Wij roepen tot u, o God, vol erbarmen, om ontferming voor allen die zich diep ellendig voelen, omdat hen overkomen is, of wat ze misdaan hebben, wat wij soms misdaan hebben. Vaak onbewust toen we met een scherp woord mensen pijn deden, of toen we niet trouw waren, of toen we ons hoogmoedig boven mensen verhieven. Maar met de dichter van Psalm 130 zeggen we: zoudt gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven? Maar gij, o God, wilt ons vergeven. Vergeef ons dan, o God. Daarom roepen wij. De weg van het leven, de goede levensrichting naar het hart van God. Wees elkaar niet schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak:
heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. We hebben pijn en lijden van mensen tot God uitgeroepen. We hebben onze schuld voor hem neergelegd en gehoord wat de ware weg van het leven is. En dwars door alles heen en soms dwars tegen alles in, blijven we geloven in de trouw van God, in de kracht van zijn liefde te midden van alle duisternis. En laten we daarom als in één adem God de lof zingen, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Daarom zingen wij. Tot de dienst van het woord. Laten we het gebed van de zondag bidden. Laat ons bidden. God, gij luisterrijke en majesteitelijke bron van ons leven, aanwezig en soms verborgen en dan weer aanwezig. Ooit klonk uw woord als muziek in de oren van profeten en apostelen. Dat ook wij uw woord met vreugde aanhoren en ontvangen, o God. Goede God, we leven met intense vreugde in ons hart dat de meeste deuren van de anderhalve meter samenleving, de anderhalve meter gevangenis, weer opengebroken zijn.
weer in vrijheid te kunnen zingen en elkaar te kunnen ontmoeten en bemoedigen. O God, wat raakt ons dat diep. Maar God, ons moderne leven is soms een ware zoektocht. Een zoektocht vol onzekerheden. Er zijn grillige machten van techniek en anonieme systemen en data die de baas willen spelen over het leven. Help ons, o God. Laat uw woord een blijvende gids zijn om de menselijke maat te bewaken of weer terug te vinden. Niet kille systemen, maar mensen centraal. Uw woord ook onze gids om in het landschap van onze samenleving vol onrecht en kloven tussen mensen bruggen te slaan. Ook in politiek Den Haag. Bruggen te slaan van recht en gerechtigheid. Ook wij, o God, op de vierkante meter van ons eigen leven. Bruggen bouwen naar mensen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb van de kindernevendienst niets gehoord. Ook voor de dienst niet. Ik zie ook geen kinderen. Dus dan slaan we dat over en gaan we over naar de schriftlezing. En roep ik tegenwoordig voor de schriftlezing uit, wij openen de Heilige Schrift. We gaan niet uit de krant lezen, uit Donald Duck of wat ook. Wij openen de Heilige Schrift. Openen wij bij Deuteronomium 13. Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt dat vervolgens uitkomt en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen, luister dan niet naar wat hij zegt. Want de Heer, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel lief hebt. Blijf de Heer, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem. Dien alleen hem en blijf hem toegedaan. En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden, omdat hij u wilde opzetten tegen de Heer uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de Heer uw God u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Tot zover de lezing uit het Eerste Testament. Thank you.
Hoor het heilig evangelie. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar Jezus wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen, die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaüm en toen ze in huis waren, vroeg hij hun: waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Gelukkig degene die het woord van God horen en er van harte hun leven naar inrichten. Halleluja. Denk bij het volgende muziekstuk, de compositie deel, het is steeds een deel van dezelfde compositie wat de organist vandaag speelt tussen de onderdelen van de liturgie door. Maar denk bij het deel Récit de Nazaire aan lied 990, wat we daarna gaan zingen. Daar zit verbinding tussen. Dat wist ik niet, maar hoorde ik voor de dienst van de organist Frits Veerman. Bij de uitleg kwam ik niet toe aan een verbinding leggen tussen de evangelielezing en de oudtestamentische of eersttestamentische lezing. Op een gegeven moment was het schriftje van mijn preek vol en toen moest ik denken aan wat Buskus een keer zei. Die zei: beste dominees... 1 sneetje per zondag. 1 sneetje. En niet een half brood. Volgende zondag weer 1 sneetje. Nou, ik ben benieuwd of u mijn preek ook een sneetje brood vond. En of er nog een beetje beleg op zat of niet. Goed. Alleen dus vanochtend Marcus 9 in de uitleg en toepassing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Abraham Lincoln leefde van 1809 tot 1865. Hij werd de 16e predikant. Ik zeg het nu weer. Hij werd de 16e president. En niet de 16e predikant van Amerika. De 16e president. Lincoln zei een keer: als je het karakter van een mens wilt leren kennen,
dan moet je hem macht geven. Ja, je moet een mens macht geven om zijn karakter te leren kennen. Dat zien we op wereldschaal gebeuren, maar ook in ons eigen land en soms ook in de kerk, in de gemeente van Christus. Als je het karakter van een mens wilt leren kennen, dan moet je hem macht geven. Abraham Lincoln onderscheidde zich door grote oprechtheid en eerlijkheid. Zeg maar dat hij het absolute tegendeel was van de nu gelukkig ex-president Trump. In 1854 zei Lincoln in een rede prachtige woorden, waarmee hij toen als regionaal politicus erg opviel in Amerika. Hij zei: de slavernij vloeit voort uit de egoïstische natuur van de mens, terwijl de veroordeling van de slavernij voortvloeit uit zijn liefde voor gerechtigheid. In 1864 werd Abraham Lincoln president en in 1865, een jaar later, werd de slavernij in de Verenigde Staten officieel afgeschaft. Ook de discipelen van Messias Jezus zijn in ons Bijbelgedeelte onderling met een machtsspelletje bezig. Ze hadden namelijk onderweg, lopend door Galilea op weg naar Cafarnaüm, getwist, zeg maar ruzie met elkaar gemaakt over wie van hen nu eigenlijk de belangrijkste leerling van Jezus was. Het is blijkbaar zo oud als de wereld. Het zit diep in het bloed van ons mensen. Onze samenleving nu is er ook buitengewoon druk mee bezig. En waar komt dat toch vandaan, denk je dan? Lijstjes aanleggen, rangorde vaststellen, helden vereren, wie is de grootste, wat is de beste school van Nederland, wie is de kampioen leerling van de school, wie is de beste politicus van het jaar en ga zo maar door. Wat zijn we daar toch druk mee bezig? We hebben in theologenland tegenwoordig ook al een theoloog van het jaar. We doen dus gewoon mee. Maar de echte helden, soms met veel minder talenten, die met hard werken en taaie volharding net een zesje halen, die worden in onze prestatiemaatschappij en bikkelharde afrekencultuur meestal volledig over het hoofd gezien. Voor mij zijn ze echter altijd de echte helden, de echte kampioenen, die met hard werken en taaie volharding net een zesje halen, maar voldoende. Soms wordt het de hoogste tijd om mensen bij te praten over de ernst van een situatie. Sommige politici in Den Haag probeerde dat ook bij de algemene beschouwingen. Door te benadrukken dat de welvaart in Nederland zeer onrechtvaardig verdeeld is, diepe kloven tussen bevolkingsgroepen, en dat er bruggen van rechtvaardigheid en gerechtigheid moeten worden gebouwd. Nelson Mandela zei dat ook eens. De betekenis van ons leven, het leven van ons mensen, ligt in het verschil dat wij maken in het leven van anderen. De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat wij maken in het leven van anderen. Is er door de politici in de afgelopen tijd verschil gemaakt in het leven van anderen? En wij?
Onderweg praat Jezus zijn leerlingen bij over de ernst van zijn levenssituatie. Dat hij gedood zal worden, maar na 3 dagen zal opstaan uit de dood. En daar snapten de leerlingen helemaal niets van. Ze durfden er echter ook niet naar te vragen. Waren ze bang om voor dom versleten te worden? Dat herkennen we denk ik wel. Als je er bang voor bent, dan hou je maar liever je mond. En dan wordt er wel geroepen dat er geen domme vragen bestaan, maar jij kijkt op dat moment wel goed uit. Toch maar liever niet, toch maar even afwachten. Eerst maar even de kat uit de boom kijken, het kan altijd nog. Ze durfden de leerlingen ook geen vraag te stellen aan Jezus. In de beslotenheid van een woning in Kafarnaüm gaat Jezus verder met zijn catechese van het koninkrijk. Met zijn levens- en geloofsonderricht. Tussen 2 haakjes, zegt hij daar. Waar waren jullie onderweg eigenlijk over aan het ruzie maken? De leerlingen voelen zich betrapt. Hij weet het dus. En ze zwegen opnieuw. Ze keken wel uit. En ze schaamden zich ongetwijfeld. En als wij ons schamen over ons gedrag, over bijvoorbeeld bepaalde woorden die wij als harde stenen uit onze mond lieten rollen, dan zwijgen we ook allereerst maar liever. Schaamtegevoelens gaan heel diep, gaan wellicht nog dieper dan schuldgevoelens. Zo zeggen in elk geval sommige pastoraalpsychologen, waaronder Wijlen Koert Lindeyer in zijn boekje Schuld en Pastoraat, dat schaamtegevoelens soms een laagje dieper gaan dan schuldgevoelens. Er zijn echter ook mensen die zich nergens voor schamen. Gezonde gewetensvorming is hen volkomen vreemd, maar dit terzijde. Jezus gaat zitten, kom, zegt hij tegen zijn 12 leerlingen, kom maar hier, dicht bij me in de kring. Echt onderwijs vraagt om nabijheid, om elkaar te kunnen aankijken, de lichaamstaal te kunnen zien, vraagt een vertrouwelijke ontmoeting, een open vertrouwelijke ontmoeting tussen degene die onderwijst en de leerling die luistert. Nabijheid van aangezicht tot aangezicht, toen en nu. En wat moeten leerlingen en studenten dat ongelooflijk pijnlijk gemist hebben in die vervreemdende coronatijd die hoofdzakelijk gelukkig achter ons ligt. Ze kunnen weer naar school en naar de collegebanken. God zij dank. Kom maar zitten, zegt Jezus. Want ik zeg jullie, ik bind jullie op het hart, dat in de leefstijl, in de omgangsvormen van Gods koninkrijk op aarde, dat degene die daarin de belangrijkste wil zijn, die moet de minste van allemaal willen zijn. Ja, de dienaar van iedereen. Dus vergeleken met ons menselijk patroon, gemiddeld genomen, keert Jezus de zaak volledig om. Wie de belangrijkste wil zijn, die moet de dienaar van allen willen zijn. Dat is de koninklijke levensstijl van Gods rijk op aarde. De laatsten worden de eersten. Wie knielde, krijgt een troon. Wie slaaf was, mag nu heersen. De vreemdeling wordt zoon. 990, vers 6. Abraham Lincoln zou zeer ontroerd zijn geraakt bij dit vers, bij deze woorden. De minste zijn, dienaar van mensen zijn. Dit is bijna een vloek in een behoorlijk deel van onze samenleving.
waarin de hoogmis van de eigen prestatie, de hoogmis van het opkomen voor jezelf, volop gevierd wordt. De hoogmis van eigen belang eerst. Want het gaat om jou. Je doet jezelf tekort als je niet allereerst aan jezelf denkt. Maar Loesje zei al eens: geloof in jezelf, maar maak er geen religie van. Geloof in jezelf, maar maak er geen religie van. Levend in een samenleving waarin voortdurend op het aanbeeld gehamerd wordt van de eerste zijn, de anderen voor zijn, het aanbeeld van concurrentie en rivaliteit om zelf beter voor de dag te komen. Of heeft de diep ingrijpende coronacrisis ons menselijk hopelijk geleerd dat het leven via hard werken, eigen prestaties en goede verzekeringen niet maakbaar is, dat wij mensen toch, wat we lang dachten, het leven niet kunnen maken? Heeft de coronacrisis ons misschien een beetje geleerd dat de regie over ons leven niet in onze eigen hand ligt? Dat we veel afhankelijker zijn dan we ooit dachten. En veel meer van genade leven. Heeft de coronacrisis ons bescheidener gemaakt? Of is dat leerproces nog in volle gang? Of leren we het nooit? De minste zijn dienaar van mensen zijn, dicht bij elkaar zittend in de besloten ruimte van dat huis in Kafarnaüm. Onderwijs Jezus zijn discipelen. Niet in wiskunde of natuurkunde, maar in de levensstijl van Gods rijk op aarde, waarin veel verhoudingen worden omgedraaid. Laatsten worden eersten. Wie in deze wereld voor het loket van de macht, van het succes en de centen staat, daar staat te wachten, komt achteraan als achter hem, achter haar, het loket van de vrede opengaat. Het loket van het recht, het loket van de barmhartigheid en het eerlijk delen. Jezus ging zitten en riep de 12 bij zich en hij zei tegen hen: wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. En dan neemt hij een klein kind bij de hand, zet het, neem ik aan, zeer verbaasde kind in het midden van de kring neer en legt zijn arm om het kind heen. Hij gebruikt het kind dus niet als illustratiemateriaal, zoals in de sterreclame, of in een familiekring waar het kind soms zijn kunstjes moet vertonen. Maar hij betuigt het kind zijn liefde en zegt: wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Hij, Jezus, het kind voor wie geen plaats was op aarde, liggende in een kribbe, neemt het op voor elk weerloos mensenkind op aarde. Hij, de Messias, die gestalte nog luister had dat wij hem zouden hebben aangezien. Het kind staat hier voor alle mensen, groot en klein op aarde, in Nederland, in Utrecht, in onze eigen straat, die weerloos, kwetsbaar en diep afhankelijk zijn, alle mensen.
diaconaal gemeente zijn met een wat een hoge roeping van de gemeente samen en van elk lid. Wat een hoge roeping. Christus die zelf gestalte nog luister had dat wij hem zouden hebben aangezien. Wat een hoge roeping om in de weerloze, kwetsbare naaste die gestalte nog luister heeft. De kans te lopen Christus zelf te ontmoeten. Zoals hij onderwees aan zijn discipelen. Wie een kind, wie een weerloos mensenkind ontvangt, bij zich opneemt, neemt mij op. Daadwerkelijk christendom dus. Daadwerkelijk christendom voorop, zoals Franciscus van Assisi eens zei. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Als het dan niet anders kan, dan doe je het met woorden. Maar je doet het eigenlijk met de daad vanaf het eerste begin. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Maar dan zit ik nog ergens mee. Ook als ik aan mezelf denk. Ik heb nog een vraag voor mezelf, voor u, voor jou. Zit ik niet vaak te hoog op de troon van het goede leven? Gewend aan welvaart, verwend door welvaart. Zit ik niet vaak te hoog op de troon om werkelijk, om echt de volstrekt weerloze en kwetsbare naaste te kunnen, te willen ontmoeten? Ben ik wel partij voor hem, voor haar? Wil die weerloze naaste mij wel ontvangen? Omdat hij vanaf het eerste begin van de ontmoeting voelt, ruikt, hoe dan ook, dat ik te hoog op de troon van het leven zit. Om een kind werkelijk te ontmoeten en om een weerloze naaste werkelijk in de ogen te zien. En in die vragende en smekende ogen misschien iets van Christus te ontmoeten. Zal ik door de knieën moeten gaan, mij nederig klein moeten maken? Wil ik meer doen? En dat wordt door Christus in Marcus 9 ook van mij gevraagd. Wil ik meer doen dan vanuit mijn hoogte een aalmoes geven en zo mijn geweten sussen? Wil ik meer doen? Dan zal ik regelmatig een paar toontjes lager moeten leven. Een paar toontjes lager moeten zingen. Om de kans te lopen dat die weerloze naaste mij echt wil ontmoeten. En dat ik in en door hem, door haar, iets van Christus zal ontmoeten. Denkt u daar ook wel eens zo over na? En jij, hoe zit dat met jou? Eer aan de Vader. Eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest. Amen.
Voor de volgende mededeling wil ik u vragen om te gaan staan. Op donderdag 30 september is overleden Mietje Miep Helder Winterwijk, sinds 6 april 1992 weduwe van Jan Helder. Zij bereikte de hoge leeftijd van 98 jaar en woonde vrijwel tot het laatst aan Batensteinplantsoen 56 in Vianen. Op woensdag 6 oktober is er een dankdienst voor haar leven gehouden hier in de grote kerk. Later op de dag is zij in de kring van haar familie begraven in Papendrecht, waar ze ook een aantal jaren heeft gewoond. In Papendrecht is ze ook een aantal jaren ouderlingen geweest. In de dankdienst hield haar oudste kleinzoon Arjan op haar verzoek een meditatie over de tekst die haar aansprak, Psalm 116. En deelden haar zoon Gijs en haar jongste kleinzoon Jan Pieter hun herinneringen. Ze was een sterke moeder, met zorgende handen, een betrokken en meelevende oma en oude oma. Ze was een doorzetter die tot het laatst wist te genieten van de kleine vreugde in het leven en van de trouwe en creatieve zorg van met name haar oudste dochter Marianne. Gedenken we haar met liefde en respect en mogen de gedachtenis ons tot zegen zijn. Laten we een ogenblik stil zijn. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God onze Heer. Hem behoren wij toe. En wij condoleren jou van harte, Marianne Versluis, u en ons allen zeer bekend in deze gemeente. Laten we samen bidden. Goede heilige God, voor al ons vragen uit hebben wij uw naam allereerst te zegenen. U te danken voor een prachtige bloem in de herfst die speciaal voor ons lijkt te bloeien. U te danken weer vrije mensen te zijn, coronaboeien losgemaakt. U te danken voor een ruzie, een slepende ruzie die is bijgelegd. U te danken voor een goede uitslag na een angstig onderzoek. U te danken voor vrede, recht en democratie in ons land. Heer, wij danken u daarvoor en voor zoveel meer waar we persoonlijk aan denken.
God ziende op armen en weerlozen, bidden wij u voor kwetsbare kinderen in IS-kampen in het Midden-Oosten. Zij kunnen er toch niets aan doen dat hun ouders verschrikkelijke keuzes hebben gemaakt. Dat overheden, ook onze eigen overheid, moed zullen tonen door gewoon humaan te zijn, door deze kinderen die kind van de rekening zijn, in het midden van hun beleid te plaatsen, net als eens Jezus deed. Daarom bidden wij, Heer, onze Heer, verhoor ons. God, ziende op armen en weerlozen. God, u maakte mij in de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd, want het is een wonder zoals ik gemaakt ben. Ieder mens is uniek en bijzonder, ieder met zijn eigen gaven. God, wij danken u daarvoor. God ziende op armen en weerlozen. Wij bidden nu net na de week tegen het pesten voor weerloze kinderen en jongeren die gemene woorden, vuile opmerkingen naar hun hoofd geslingerd krijgen, speelbal geworden van gemeen machtsspel van anderen. Allen tegen één. Hoe laf is dat? En beseffen wij wel en hebben wij als volwassenen wel door hoe giftige, pijnlijke en ziekmakende woorden ons diep kunnen treffen, anderen diep kunnen treffen. Zoals iemand zei, had me maar een klap gegeven, maar nu je dit hebt gezegd, trilt mijn ziel al heel lang van grote woede. Heer, zet een wacht voor onze lippen als het nodig is. Daarom bidden wij, Heer, onze Heer, verhoor ons. God, ziende op armen en weerlozen, wij bidden u voor onze regering en overheid op alle niveaus, en voor alle politici, ook die bij de formatie betrokken zijn, dat er een nieuwe overheid mag komen die dicht bij ons mensen van vlees en bloed regeert. En die niet computers, data en kille systemen op de troon van het regeren en besturen plaatst. En wij bidden u voor allen in deze gemeente en in onze kring van familie en vrienden die de last van ziekte en zorgen met zich meedragen. Lichamelijk of geestelijk, gevangen soms in een onbarmhartige bunker van depressiviteit, waar bijna geen licht door binnenvalt. En voor allen bidden wij u die met het leven en de zin daarvan aan het vechten zijn, toen de dood zo onbarmhartig hun leven binnendrong. Soms al een tijd geleden, maar wat doet het soms nog o zo zeer van binnen. En we bidden u voor de familie van Miep Helder Winterwijk.
Voor Marianne en haar man en de kinderen. Ja, voor heel de familie. Groot is hun dankbaarheid voor de lange tijd dat moeder en oma en overgrootmoeder in hun midden mocht zijn. En wat een zegen. En toch, diep gaan altijd de gevoelens van los te moeten laten. En je leven opnieuw te ordenen zonder haar. Heer, ontferm u over hen. Christus, ontferm u over hen. God, als mensen ons ontbreken, ontbreek gij ons dan niet. Daarom bidden wij, Heer, onze Heer, verhoor ons. En in een moment van stilte verbinden wij aan uw naam de namen van hen voor wie wij hebben te zorgen, die aan onze liefde en zorg zijn toevertrouwd. En noemen wij hen voor wie wij niet meer kunnen zorgen, die wij geborgen weten in uw eeuwige liefde en vrede. En bidden wij met alle christenen over het wereld rond de woorden die Jezus op de bodem van ons biddend hart heeft gelegd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik kijk even links en rechts. Zijn er nog mededelingen? Niets. Dat denk ik, tenzij de organist zegt, maar de inzameling van de gaven ook niet, hè? Wel? Wordt er rondgegaan met collectezakken enzovoort? En je hebt al gezegd waar het voor is. Of staat dat op de... Daar staat het op. Nou, dan vindt nu de dienst van de gaven plaats. Terwijl de organist zal spelen, trio uit de reeds genoemde suite. Daarna gaan we staan voor het slotlied 315.
wat voor wijzen bleef verborgen, werd kinderen geopenbaard. Organist Frits Veerman, zeer bedankt voor de prachtige orgelmuziek. En de zangers, tijdens de dienst had ik te denken, er moet weer hoog nodig. En de zangstemmen, de goede zangstemmen zijn er, een kantorij worden opgericht in Vianen. Het zou mooi zijn als dat de volgende keer, als ik hier mag voorgaan, zover al is. Dank jullie wel. Een fijne en goede zondag wensen we elkaar van harte toe, dat we ook deze zondag mogen vieren als een dag van de Heer. En dan natuurlijk. En dan ook nog mijn vraag. Hij stoort een beetje. Dan ook nog mijn vraag of mijn preek nu een sneetje was of toch een behoorlijke homp brood. Maar ook belangrijk of er nog een beetje beleg op zat. Ik hoor het wel. Ja? Deze dienst is afgelopen. De dienst in de wereld begint nu. Ga heen in vrede. Draag met u mee en draag uit de zegen van de Heer. De levende zegene en hij behoede u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.